Dirk, welkom bij de club. Hey, performance coach. Leg dat eens eventjes uit. Ja, nou, het is een hele mooie titel, maar in de praktijk komt neer dat ik eigenlijk de jeugdspelers, toptalenten ga begeleiden, helpen in een stap naar het profvoetbal, naar het eerste van VV. Dat is echt in opleiding nog, hè? Ja, ja, inderdaad. We hebben gezegd van, laten we gaan kijken hoe dat eruit ziet in de praktijk, hoe het loopt, of de meerwaarde er is. En ik ben ervan overtuigd en dat zal de komende tijd moeten blijken in wat voor vorm en hoe dat in de praktijk er exact uit komt te zien. Want welke taken heb je meegekregen? Wat ik al zei, ik ga me voornamelijk met de talenten begeleiden die de stap moeten maken of willen maken naar het eerste elftal, naar het profvoetbal. Nou, wat er allemaal bij komt kijken en hoe ze daarmee omgaan en hoe ze het maximaal uit hun carrière, uit hun prestatie kunnen halen. Ja, want dat heb je zelf natuurlijk ook meegemaakt. Eigenlijk praat je uit eigen ervaring. Ja, wat dat betreft heb ik het zeker zelf meegemaakt. Alleen daarbij ook meteen, het is niet mij, ik ga niet kopiëren wat ik heb gedaan of hoe het bij mij is gelopen, maar... Nou, wat dat betreft is iedereen anders en heeft iedereen daar loopt tegen andere dingen aan. En het meest ideaal is natuurlijk dat het allemaal van een leien dakje gaat, maar ja, vaak komt er toch wel wat meer bij kijken. Hoe verhoudt zich jouw rol ten opzichte van technische staf en medische staf? Ik hoor niet officieel bij de staf. Ik loop ook niet in trainingspak of op het veld. Het is voornamelijk alles wat buiten het veld gebeurt rondom die jongens waar ik mee aan de slag ga met hen. En dus wat dat betreft ben ik een soort van wel erbij, maar niet officieel op het veld in een trainingspak van VV. Ja. Je hebt eigenlijk nog de leeftijd om aan te kunnen sluiten bij een profselectie. Gaat dat niet meer? Nou, qua leeftijd misschien wel, maar qua fysieke gesteldheid niet meer, nee. Nee, voor mij is het ongeveer 2 jaar geleden opgehouden, het profvoetbal. En daar heb ik vrede mee en het lukt ook niet meer om op het veld te staan. Nee. En nu dus performance coach. Wat is je doelstelling in deze functie? Wat ik zeg, eigenlijk een beetje de brug zijn tussen de jeugd en het profvoetbal. Tussen de jeugd en het eerste elftal van VVV. En dan voornamelijk hopen dat er veel jongens door gaan breken komend seizoen. Ja, en als ras echte Horstenaar ben jij nu weer terug bij de profclub waar het ooit voor jou begon. We beginnen nu, misschien ook wel ironisch, vandaag bij RKSV Wittehorst. Het clubje waar jij ooit zelf gestart bent. Valt alles nu op zijn plek? Nou, zo is de cirkel wel rond, heeft wel eens iemand geroepen. Ik ben terug verhuisd naar Horst. Dat was eigenlijk een stap die ik met mijn gezin ging nemen. Ja, en als je dan bij de profclub waar inderdaad ik als klein jongetje binnen ben gelopen, ook wel redelijk snel vertrokken ben eigenlijk gezegd. Om daar weer terug te komen in een functie waarin ik die gewoon heel erg ambieer, dan ben ik meer dan tevreden. Dirk, heel veel succes. Dankjewel.